In verschillende klassen werd zondag gestreden om de winst tijdens de tweede wedstrijd van het IFKS Koetsersielen in Stavoren. Het zag al lange tijd naar uit dat er niet gezeild kon worden. Ineens na het middaguur nam de wind toe en kon er onder windkracht 4 gezeild worden op het IJsselmeer. Het zorgde voor prachtige beelden.